Goed, Edwin. Ja, ik, ik ben wel. Het lijkt nu of ik de aftrap doe van deze podcast nu, maar eigenlijk ja. is dit een soort van gezamenlijk gesprek wat we gaan voeren. Ja, klopt. En uh, eigenlijk. Tot aan ongeveer twee maanden geleden hadden wij nog nooit van elkaar gehoord. Ja. Klopt hè? Ik denk één maand. Een maand. Ja. Een maand geleden. En eigenlijk, door de kracht van het internet, eigenlijk zijn we in één keer ja, met elkaar in contact gekomen, en uh, het was via LinkedIn. Ja, de kracht van LinkedIn ook. Dat ja. is iets niet waar ik per se van overtuigd was, uh, over het algemeen. Nee? Waarom was je daar niet van overtuigd? Ja, ik heb er gewoon niet zoveel ervaring mee. En uh, met LinkedIn, of de meeste dingen, weet je, je, zit erop omdat je erop moet zitten, tot op zekere hoogte. En negen van de tien dingen die ik voorbij zie komen, die vind ik altijd een beetje... Ja, iemand is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Okay? Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk wel met LinkedIn vaak. Hè? Dat je ziet, ik wil zoek naar een, een nieuwe uitdaging en uh, is er iemand die mijn werk kan bieden, zeg maar? Dat. Ja. Oh, ja. Um, dus ja, het was een mooie encounter en ook voor mijzelf de eerste keer dat ik er uh, echt gebruik, gebruik van maakte. Ja, ja het heeft goed uitgebreid. Dat dus was gelijk, uh, ja. Uh, ja, we zijn gelijk tot, tot een afspraak gekomen. Want we hebben eigenlijk, ik heb een oproep gedaan over uh, podcast eigenlijk en dat zijn we dus nu ook vandaag hier aan het doen. Ja. Uh, omdat ik gewoon echt een enorm gaaf medium vind om eigenlijk verhalen op te halen, storytelling te doen. Um, en ik eigenlijk dacht van ja, is er iemand die met mij mee wil denken of mee wil doen om dit op een bepaalde manier vorm te geven? En dat was jij. Jij reageerde daar heel positief op. Ja, uh, klopt inderdaad. Wij, um, vanuit Dates UK, waar ik natuurlijk straks uh, wel meer over uh, zal vertellen... ...we waren ook al zelf een tijdje aan het denken van podcast We kregen het ook al van meerdere kanten te horen. Nou, daar moeten jullie echt wat mee doen. Dat is echt een geschikt medium voor jullie. Ik doe dat dan ook. Dus het was echt denk ik net een week dat ik er echt over zat uh, te brainstormen en te denken van... ...nou, nah, hm, hoe gaan we hiermee beginnen? Ja, en toen zag ik uh, jouw oproep opeens voorbij komen. Dat je mensen zocht om een podcast te maken, gerelateerd aan echt maatschappelijke, relevante onderwerpen. Ja. Dus ja, dan, uh, ik kon niet anders dan, nee, uh, dan reageren nee. eigenlijk. Dus dat hebben we hier in, uh, in Utrecht hebben we afgesproken. Ja. En uh, ja, wat, wat, wat natuurlijk ook het thema vandaag gaat zijn voor, deze, voor dit gesprek eigenlijk. En wat me echt wel fascineerde en dat ik dacht van, oh, het gaf mezelf al best wel lucht. Toen ik mm -hmm. jij daarover hoorde spreken van, wat fijn dat dat er mag zijn. Het klinkt wel een beetje zweemend nu, maar het is wel echt zo. Want uh, eigenlijk gaan we het vandaag hebben over de kleur grijs. Ja. En uh, ik had daar gelijk al wel ideeën. Grijs klinkt een beetje grijs, weet je wel. Niet, niet heel nou, spannend, maar, ja. vlak. Uh, dus mijn eerste indruk was van, hè, van ook de organisatie Dare to Be Gray. Durf grijs te zijn. Dacht ik van: oké. Okay. Het triggerde me wel wat ik dacht van. Best wel, best wel gek of zo, want het is best uh -huh. saai na. <laughs> nou en ik... bedankt. Ja, nee, ja maar dat was de eerste indruk, hè? Natuurlijk, ja, ja. Totdat ik ook op de site ging kijken en natuurlijk ook met jou in gesprek kwam. Ik dacht van, oh, wat, dit, wat is dit nodig? Ja. Het, het, het grijze gebied. Kun je eens uitleggen wat grijs uh, in jouw uh, leven doet en wat jij met de kleur grijs hebt? Um, ik weet niet of ik se veel met de kleur grijs heb. Ik heb veel met het, het, het concept grijs. Ik, uh, ik haal die twee nog altijd enigszins uit elkaar. Um, maar... Ja, grijs is iets wat ik nu de afgelopen drieënhalf jaar al de hele tijd zit te promoten. En het is ook iets uh, wat mensen uit mijn persoonlijke omgeving ook niet direct aan mij zouden koppelen. Ze, ze, ze kennen mij denk ik ook wel als een uh, uitgesproken persoon over heel veel onderwerpen. Maar ja, de, de oproep om grijs te zijn nu is een, is een oproep om genuanceerder te zijn... in heel veel uh, maatschappelijke debatten die wij uh, tegenwoordig voeren, die wij meemaken... Uh, met ...inmiddels de meest uiteenlopende onderwerpen. En uh, dat komt uit een, uit een observatie, uit, uit een gevoel dat... Uh, ...naar de tegenhanger van grijs zijn, zwart-wit denken... Dat, ...dat de afgelopen tijd, um, mede ook door social media bijvoorbeeld... ...heel veel aandacht heeft gekregen. Dat daar het merendeel van onze aandacht naartoe gaat. En dat wij dat aan de ene kant geen juiste vertegenwoordiging van het debat vinden... En aan de andere kant ook een schadelijke vertegenwoordiging van het debat. Um, ik denk dat als wij met z'n allen te veel in uh, tegenstellingen gaan hangen, in onderscheid maken tussen wij en zij, tussen goed en kwaad, dat hoe meer wij dat doen, hoe meer dat ook een soort van uh, werkelijkheid begint te worden. En ja, daar helpen we onszelf en de samenleving niet, uh, niet verder mee. Um. Is dat dan ook... Bijna, je bent bijna noodzaak dus om bijna een kant te kiezen. Dus eigenlijk over welk debat je het ook hebt. Als je het hebt ook over de uitingen daarover. Ja. Dat je al vrij snel of bijvoorbeeld in de hoek zit van voor of de hoek van tegen. Ja, precies. Dat is iets wat steeds vaker gebeurt, denk ik. Ik denk het, het, het grootste voorbeeld van als mensen denken over... Uh, publieke of politieke debatten van de afgelopen tijd. Dan uh, drie jaar geleden natuurlijk heel erg het vluchtelingendebat. Dat nou, dag in dag uitgevoerd werd en je hoefde... Um, de media, de kranten maar op open te slaan of uh, een tv-programma aan te zetten. En het ging daarover. Um, nou, Zwarte Piet, uh, jaarlijks terugkerende thema in Nederland, dat nou precies hetzelfde is. En het is ook wel een, een mening die wij destijds heel veel hoorden van mensen. En iets wat nou, ik zelf misschien niet per se meteen ervaren, maar heel veel anderen dat tegen ons wel vertelden. Van, ja, je voelt je echt gedwongen om een mening te hebben. En de twijfelaar werd als het ware een soort van. Verdronken in um, het, het geweld, het, het verbale geweld, soms dat er tussen uh, voor- en tegenkampen uh, kan bestaan. Wat zonde is, omdat twijfelaars juist. Um, ze hebben misschien niet de, de grootste headline meteen klaar liggen. Mm -hmm. als zij hun mening uitspreken, maar. Um, ze, ze kunnen hele interessante dingen zeggen, volgens mij. en ook echt nieuwe, nieuwe inzichten bieden. Maar het is wel interessant dat je zegt twijfelaars. Ja. Want dat zou betekenen dat je twijfelt tussen zwart of wit, <laughs> terwijl volgens mij zou het ook kunnen zijn dat, dus, uh, dat het niet zwart of wit hoeft te zijn, ja, maar dat, dus, dat je dus ook niet direct een twijfelaar bent als je kiest voor het grijze, maar dat er zowel voors als tegens te vinden zijn en dat je daar je eigen soort van middenweg in ja. creëert. Snap je wat ik bedoel? Ja, absoluut. En dat het, uh, ik denk, onze oproep van Netbeque is deels ook een, een oproep om juist um, die nuance een soort verder uit te spreken. Ik denk dat... Uh, dat is ook de manier hoe wij debatten natuurlijk... in onze samenleving vaak organiseren. Je moet, je moet gelijk een felle mening klaar hebben staan. Je moet gelijk je woord kunnen, uh, kunnen verdedigen. En vaak is dat... als je een, een, een uiterste mening hebt. En mensen zijn niet heel vaak... gewend volgens mij om... je fel en goed uit te spreken... voor een mening met nuance. Hmm. Um, en dat is denk ik ook wel... deels van de uitdaging... die wij uh, voor ons zien liggen. Heeft dat ook met een stukje media zo te maken? Wat er nu bij mij ja, opkomt, veel, is dat we natuurlijk een hele uh, televisiemaatschappij hebben. Dat is ja. nu aan het veranderen. Maar als je bijvoorbeeld een debat kijkt op, op, op televisie, dan, dan is het gewoon altijd het format. We zetten, ja. we zetten zwart en wit tegenover elkaar. We geven ze uh, minimale tijd, waardoor ze er sowieso niet uit gaan komen. En er samen uitkomen mag ook eigenlijk geen oplossing zijn, ja, zeg maar. Dus klopt. er moet eigenlijk voor de kijkcijfers in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk strijd worden gevoerd eigenlijk. Daar lijkt ja. het eigenlijk al tot neer te komen. Ja. Uh, en dat er gelukkig bijvoorbeeld een podcast zou een middel kunnen zijn waarin je wel de tijd hebt om gewoon samen dat gebied eens op te onderzoeken. Ja, absoluut. En ik denk dat, dat dat podcast misschien ook deels daarom ook wel meer aan het opkomen zijn. Omdat dat gewoon echt... In het social media geweld van continue clickbait is het wel een, een plek en een moment om meer, uh, meer rust te nemen. Uh, maar ja, media heeft uh, in, die, in die polarisatie wel een hele grote rol uh, te vervullen. Um, ik zou niet zeggen dat zij uh, de grote boosdoener zijn van waarom wij tegenwoordig steeds meer met polarisatie en zwart-wit denken te maken hebben. Uh, maar die medialogica uh, is een belangrijk onderdeel om inderdaad steeds ja en nee kampen tegenover elkaar te zetten. Um, wat ook... Logisch is dat op zekere hoogte. Ik denk dat um, wij in dit verhaal, en als we over Zwart-Wit denken en over polarisatie gaan praten, dat je ook rekening moet houden waar bepaalde partijen vandaan komen. En als we dan de media als partij nemen, zij, zij, zij moeten verhalen verkopen, zij moeten, um, hun, hun verhalen moeten spannend zijn. En een, een, een voor-tegenconstructie is natuurlijk een hele makkelijke manier en voor de hand liggende manier om een verhaal goed te verkopen. Om, de meeste headlines uh, eruit te krijgen en uit partijen te, te forceren. Um, en ja, in een debatcultuur, zei, ik denk dat zij het op zekere hoogte ook een correcte vertegenwoordiging willen hebben van een debat. En dat eindigt soms makkelijk in een voor-tegen situatie. Mm -hmm. uh, maar ja, wetende dat dat hun, um, um, hun prikkel is om, om dingen te doen. Om daarna te handelen, heeft dat vervolgens wel, denk ik, een, een soort van sneeuwbaleffect, waardoor ze de situatie niet per se verbeteren. Nee. Um, dus het is logisch waar ze vandaan komen. Zeker in een tijd waarvan we natuurlijk ook rekening moeten uh, houden dat inkomstenbronnen van heel veel media, van kranten, van uh, commerciële omroepen, dat dat achteruit gaat. Uh, omdat ze aan reguliere advertenties minder verdienen. Dat je ook wel af en toe het gevoel hebt van, nou, ze zijn gewoon echt hun best aan het doen om. Um, hun hoofd boven water te houden. Ja. En dan moet je maar naar uh, de meest spannende, meest prikkelende um, headline gaan. En dat is helaas dan volgens wel de constatering ook vaak de meest verdelende headline. Ja. Heb jij, um, uh, als je denkt aan overvecht, ja. heb je daar uh, wat, wat komt er dan bij je op? Uh, ja, eerlijk. Denk, eerlijk, ja. Ik denk dus in, uh, in mijn hoofd, ik uh, ben er alleen maar een paar keer doorheen gevierd als ik vrienden ging opzoeken die daar in hun uh, studentenhuis zitten. En je, je, je hebt natuurlijk wel hetzelfde met, met Kanaleiland hier in Utrecht ook bijvoorbeeld wel het, hetzelfde stereotype van het is een achterstandswijk en uh, het is niet mooi, het is uh, oude flatgebouwen uit uh, wat is het jaren zeventig. Mm -hmm. um, ja, die associaties, dat zijn wel de eerste die je oproept. Ja, want dat is namelijk wat uh, ik, ik kan me heel erg vinden in het verhaal mm -hmm. wat je nu net ook vertelt. En, en uh, wat, uh, nou ja. Mijn, mijn achtergrond is dus hè, het sociaal werk. En mm -hmm. uh, nou, de afgelopen vijf jaar in overweg dus. En uh, wat me echt op een gegeven moment kwam, uh, aan mijn hart ging. Want ik ben natuurlijk, was, ik was daar dus dadelijk aan het werk. Dat je, als je het over de kranten en de media. Dat daar, als er dan iets was gebeurd. Hè, er gebeurt daar, uh, ofwel een schietpartij. Ja. De, hè, er gebeuren daar ook wel. Er wordt er een garagebox opgerold met de wieplantage erin. Het staat allemaal voor op de krant, zeg maar. Maar het is zo jammer eigenlijk, want er gebeuren ook uh, heel veel mooie dingen, zeg maar. Ja, absoluut. En die krijg je er bijna niet doorheen. Ja. Snap je? Dus dat, dat is eigenlijk dat grijs. Dat, dat, dat je dus eigenlijk ziet van er wordt zoveel in uiterste gepakt, maar vaak ook weer om dus een beeld neer te zetten wat verkoopt wellicht. Ja, Een beeld wat consumenten verwachten, ik denk dat dat iets is waar media ook heel snel aan handelt. En ja, je hoort het wel vaker ook voorbij komen, inderdaad, dat ook als er bijvoorbeeld. Want heel veel, als er eenmaal een soort van negatief stereotype is gevestigd, dan is daar een bepaald verhaal, een bepaald narratief aan gekoppeld. En als verhalen worden ingewonnen, dan als ze binnen dat gevestigde narratief passen, dan worden ze denk ik makkelijker online gezet dan als dat niet zo is. Ja. Dus alle goede, positieve dingen die in een wijk als Overvecht gebeuren en verbindende dingen, ik denk inderdaad dat die bij heel veel mediapartijen niet um, verkoopt. Nee. En Enerzijds is dat denk ik ook echt een verantwoordelijkheid die zij zouden moeten nemen. Um, anderzijds denk ik dat de, de consument hier als het ware, of het algemene publiek hier natuurlijk ook een, een, een rol in te vullen heeft. Want ik neem aan dat de grotere mediapartijen die een, een groter landelijk publiek hebben, die houden hun, um, hun, uh, hun statistieken ook in de gaten. Die, die weten natuurlijk na heel veel jaren ervaring wat, wat leest en wat niet leest. En... Helaas denk ik dat er ook heel veel mensen in, in de samenleving zijn die dit soort verhalen ook gewoon willen lezen. Um, die, die gewoon zin hebben om zich te ergeren aan hoe kijkers het weer het fout gaan in, in Overvecht of in de Schilderswijk of in Kanaleiland of weet ik veel waar. Ja, um, ja mens, ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat misschien ook in de meeste gevallen onbewust willen lezen. Het um, en... is wel interessant wat je zegt inderdaad. Als je bijvoorbeeld... Op, op internet aan het surfen bent of zo en je, en je ziet een filmpje bijvoorbeeld voorbij komen die dan weer vira viraal gaat van mm -hmm. of een vechtpartij ergens of zo. Ik zal je eerlijk zeggen, ik klik er toch op. Je ja. wordt toch getriggerd van. Het heet iets spannends. En je denkt toch van, volgens mij wil ik dit niet missen. Maar ja, het, tegelijkertijd ik denk ik daar weer van inderdaad van ja, hoor ik mezelf net ook vragen van waarom zetten ze niet ook de positieve dingen neer? Terwijl ik waarschijnlijk niet had geklikt op. Uh, 30 nieuwe bomen geplant. Ja, 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 ja. <laughs> dus dat is Wat dit dat Dus het heeft, ja, het zit ook wel inderdaad in de mens om te klikken en te, je aandacht te gaan vestigen ja. op misschien iets negatiefs. Ja, ik denk het beste voorbeeld dat ik nu in mijn hoofd heb en ook wel regelmatig naar voren draag is uh, het, het zogenaamde Cherry-effect, zou, zou ik het bijna noemen. Is dat als je uh, kijkt nu, vooral in de, in de media de afgelopen maanden en zeker rond maart-april, toen we de provinciale verkiezingen hadden. Um, nou ja, je kon je niet omdraaien, of de naam Jerry Baudet kwam wel langs. En ik denk dat dat een heel uiterst voorbeeld is van zo'n effect, waarbij je ook heel duidelijk kan zien dat media en publiek elkaar wel echt aan het beïnvloeden zijn. Want Jerry Baudet is opeens een gigantisch onderwerp geworden, en nog los van wat je over Baudet en zijn partij en alles uh, wilt zeggen, of niet. Um, het is heel interessant om gewoon eens na te denken over dat effect wat zijn naam op een gegeven moment heeft gekregen. Um, dat ik op een gegeven moment ook gewoon artikelen voorbij zag komen... van volgens mij de Volkskrant. Um, en het, het was zo'n typische uh, Facebook-artikel wat je zag. En de, de, de tagline en de tekst die erbij geschreven was van... Uh, Thierry Baudet had ooit iets interessants over architectuur verteld. Um, hier is een interview van ons met een architect over de architectuur van nu. Okay, yeah. Dus het, het hele artikel had, uh, ik heb het niet helemaal uitgelezen... had volgens mij niks met Thierry Baudet te maken... Uh, misschien dat ze in de conclusie er dan nog een, een woord aan gewijd hebben. Um, maar toch werd Thierry Boderma even erin gegooid. Want waarom? Mensen gaan klikken. Mensen gaan erop klikken. En daar ben ik zelf ook enorm schuldig aan. Um, want je yeah, either love him or you hate him. En dat, dat soort emoties triggeren mensen om te klikken. En dat is een, een algemeen ja, bekend feit inmiddels, denk ik wel, van social media. Dat, dat die hele algoritmes ontworpen zijn om op een soort van primaire emoties en instincten die mensen te hebben om um, daarmee kliks te krijgen... ...om ervoor te zorgen dat mensen op die platforms krijgen. En um, zowel adoratie van die man, maar ook haat naar die man, zor zorgt voor dit effect. Zorgt ervoor dat er klanten zijn die zelfs de meest ongerelateerde um, artikelen... ...toch maar even aan Cherry willen linken. Ja wat wij nu ook kunnen doen. Ik denk uh, als wij deze podcast gewoon <laughs> even goed uh, het Cherry Bordeaux over... effect. Ja. ja precies. Dan ja. Een podcast over Cherry Baudet, Ik denk dat het al gelijk meer kliks op oplevert dan een podcast over Overveeg. Ja. Um, helaas. Ja helaas wel. Maar goed en dat maar dat als je dan dit gegeven zo neemt inderdaad wat ja. me dus heel erg uh, aansprak. Even naar het naar Dare to be Grey. Ja. Is dat je dus inderdaad die steeds die kamp hebt. Nou eigenlijk wat we net hebben besproken. En dat je, uh, eigenlijk jij en jullie volgens mij... Dus dan moet je nog even over mm -hmm. vertellen graag. Van, uh, we hebben bedacht, hé, hey, maar dat middenstuk eigenlijk... Yeah. Uh, moet ook een plek gaan krijgen. Uh, is dat ook een soort, is dat een soort strijd tegen wat je zojuist benoemd he, dat Tegen het zwart-wit? Of is het een, een plek ernaast of zo? Hoe kan ik dat zien? Um, ja, ik denk het wel. Ik denk dat het... Um, dare to be grey is... Ja, Het heeft gewoon een tweeledige missie, zou ik zeggen. Aan de ene kant is het... Echt bewustwording over die polarisatie kweken. Dus polarisatie namelijk nou, wil zeggen de, de, de groei van verdeeldheid tussen uh, vaak twee kampen. Dus inderdaad het voor- en tegenkamp wat we net noemden. Zwart-wit uh, denken is natuurlijk ook gewoon in de Nederlandse taal een best wel gebruikelijk gezegde. Um, dus aan de ene kant gewoon een soort van bewustwording daarover creëren. De context schetsen, want ik denk dat polarisatie bestrijden... Nu in deze tijd, dat een deel daarvan is ook gewoon snappen wat het is. Snappen wat de dynamieken zijn, waar uh, de verraderlijke ouders onder het gras liggen. Uh, en van daaruit kan iedereen, of ze nou deel uitmaken van de media of het publiek, al weet je, net wat beter en bewuster handelen. Maar aan de andere kant is week denk ik ook heel erg dat alternatief bieden. Juist um, als we snappen hoe de medialogica in elkaar zit, um, dat heel veel verhalen die wij tegenkomen, die wij op ons dienblad gepresenteerd krijgen. Uh, dat het heel vaak verdelende verhalen zijn. Laten wij nou eens um, de uitdaging aangaan... om verhalen op een spannende manier te presenteren... of hopelijk op een spannende manier, die wel juist verbindend zijn. Die juist wel in... Um, ook al is het een moeilijk onderwerp, zoals het Zwarte Piet-debat... of uh, het racisme-debat, of noem maar op. Um, al heeft het een soort van... Ja, geen leuke oorzaak, dat moet benoemd kunnen worden, maar laten we ook naar de silver linings kijken, dus ik wil ook niet een soort van um, het, het, het DTP. Moet ook geen naïef platform worden, uh, doen alsof alles goed gaat en alles positief is, en weet ik veel wat. Maar ik denk dat we wel um, onszelf ervan bewust kunnen zijn dat we ook wat meer aandacht op, op het positieve kunnen leggen op um, dingen die goed gaan op de rolmodellen die er zijn. En um, ik denk dat er, dat is ook wel. Um, ook wel regelmatig bezig volgens mij... dat um, juist meer aandacht daarvoor... Ook een, dat het is een deel van de oplossing. Um, want inderdaad, alleen maar continu een, een negatief stereotype... wat er is over bijvoorbeeld de wijk Overvecht. Um, als we dat steeds maar gaan herhalen... en dat is natuurlijk iets wat in die medialogica vaak gebeurt... Ja, daar help je niemand mee. En tot op zekere hoogte is dat ook een soort van... een beetje self-fulfilling prophecy... dat dat door blijft gaan. Hm. En daarmee breek je niet los daarvan. Um, en dat is denk ik um, een van de kernmissies van Data The Gray. En denk ik ook waarom um, we ook juist zo graag me, met jou samenwerken. Ook omdat jij die verhalen al, al gemaakt hebt. En dat dat denk ik in het maatschappelijk veld ook veel gebeurt en ook moet gebeuren. Dat daar ook heel veel van die positieve verhalen te vinden zijn. Um, en dat je dus eigenlijk kunt zorgen voor verbindingen. Ja. Dat is echt en ik denk dat, is dat, dat wij echt ook alle twee uh, gemeen hebben en dat we ook met elkaar in contact zijn gekomen. Ja. Dit is een middel ook, hè, de gesprekken. Maar ik denk wel dat je inderdaad door het delen van verhalen uh, mensen met elkaar uh, kunt verbinden. Ja. En, uh, in deze tijden kunnen we wel wat verbinding gebruiken. Ja, ik denk tijden waarin de maatschappij gewoon echt van zich uh, ja. Ja, die tweedeling inderdaad krijgt. Ja, precies. Want hoe ben jij dan tot, tot, tot die conclusie gekomen? Misschien juist ook vanuit jouw achtergrond en wat jij hebt gedaan? Ja, ik ben dus vijf jaar geleden in Overvecht begonnen te werken met al ja. mijn vooroordelen die ik had. Dus ik uh, weet nog, ik heb dit is serieus waar. Ik uh, kocht een nieuwe fiets, want ik, ging, ik woonde vlak naast Overvecht, dus dan kon ik mooi alles met de fiets doen. Dus ik kocht een nieuwe fiets. Een nieuwe fiets. Hoor je wat ik zeg? Een nieuwe fiets. Dat heb ik echt drie keer bij mezelf gedacht. Moet ik wel een nieuwe fiets kopen? Want ik ga een werken. Ja, dat, dat heb ik in de hele stad hoor. Ik zou door de hele stad geen nieuwe fiets kopen. Maar ik, ja, ik, snap, nou, ik, ik, snap ik heb hem dus gekocht. Maar, ja, maar, je toen maar gekocht. Ik, dus toen al, maar dat zie je dus alleen al. Oké, okay, ik ga Overvecht werken. Wat heb ik nodig? Een fiets. Mm -hmm. Oh, ik wil eigenlijk wel een nieuwe fiets, want dan kan ik me snel verplaatsen. En dan goed, en dan ben ik niet, hoef ik niet elke week een nieuwe te kopen, omdat die weer stuk is. <laughs> maar goed, het is wel overvecht. Dus dan zie je al gelijk hoe dat, hoe, ja. dat zeg maar, was. Um, in mijn hoofd ja. Uh, zat. Ja, zoiets zit het heel diep. Ja, en dat, ik, ik voel me daar ook niet schuldig over dat het gebeurt of zo. Mm -hmm. ik denk dat dat, maar ik, ik was me de, uh, wel van bewust op een gegeven moment ja. dat ik dat dus deed. En toen ik eenmaal met, uh, en dan komt, komt het, met, 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 niet met het begrip overvecht... maar met de mensen in overvecht mm -hmm. aankwam. Ah, in ieder geval een stuk van de mensen, want het is een vrij grote wijk. Ik wil niet zeggen dat ik iedereen daar kende. Maar um, toen kwam je gewoon in contact met mensen. Ja. En dan valt heel overvecht valt weg. Ja. En uh, dan blijkt die realiteit heel anders in elkaar te zitten dan dat je van tevoren dacht. Ja. En tuurlijk kom je dan wel mensen tegen die uh, veel problemen hebben. Want mm -hmm. ja, ik denk wel dat het een wijk is waar meer problemen zijn als een gemiddelde ja. andere wijk. Um, maar dat wil niet zeggen dat het, dat het het enige is. En dat je daar niet hele inspirerende dingen uit zou kunnen gaan halen. En zo hebben we dus eh, destijds ook een podcast opgenomen met, met Raymond... die dan in de schulden is gekomen en uit de schulden. Ook is geraakt door mm -hmm. middel van een traject. En die gewoon heel graag zijn verhaal wil delen. Ook om andere mensen daarmee eigenlijk een zetje in de rug te geven. Want zit je in zo'n situatie, weet je wel. Dus eigenlijk ook een hele lieve uh, manier van je ten dienste willen opstellen voor de wijk, zeg maar. En daarbij jezelf ook nog eens kwetsbaar durven opstellen door je eigen verhaal te delen. Ja. Ja, dat dat, dat uh, had ik van tevoren niet gedacht. Dat mensen dat zomaar zouden willen doen of zo. Uh, met al mijn vooroordelen over de wijk. Mm -hmm. en, uh, ja, ik zit vol met mooie anekdotes van uh, wat er naast de narigheid die daar ook echt wel gebeurt, daar kijk ik niet van weg, ja, ook uh, echt is gebeurd. Mm -hmm. en, um, Heb je er een? Ja, nou wat ik een hele mooie, dat is mijn, uh, ik vind het zelf een hele gaaf anekdote, uh, omdat dat voor mij mijn grote shift is geweest in hoe ik het tegenaan keek. Mm -hmm. um, ik was onder andere ook als sociale werker um, aan het werk in de speeltuinen daar, je hebt twee grote, grote speeltuinen. En uh, ik kwam daar als uh, nieuw, nieuweling te werken. En ik had een soort idee van een, uh, een centerparks reclame van speeltuinen. Zeg maar ik was niet bekend met het begrip speeltuinen zoals dat daar werd uitgevoerd. Dus ik zag in een soort van slow motion beeld lachende kinderen op schommel. Zo zeg maar. Dat had ik beeld bij een speeltuin. En uh, bleek in de praktijk anders. Want uh, nou waren daar heel veel kinderen, maar ook wat mm -hmm. oudere kinderen, de jongeren die net eigenlijk. Niet meer daar zitten voor de kleibaan. Precies, maar eigenlijk ook nog niet precies weten waar ze dan wel heen kunnen. Snap je? Er ja. zit een soort gat van het jongerenwerk en waar ze dan... Ja, je hebt een soort groep die daar net tussenin zit. En die dacht, mooi, dan gaan we de, de nieuwe guy eens uittesten. Uh -huh. Mijn eerste reactie is dan van... Uh, oh ja, zie je wel, dat stond al in de krant. Van die, van die uh, uh, jochies die dan de, de boer onveilig komen maken... en je roept te bedreigen of uittesten of uh, uh -huh. dingen naar je roepen. Want dat gebeurde... Op Enige mate uh, toen mijn eerste dag daar ook, namelijk Toen kwamen, we, denk ik, zo'n acht, tien jongens de speeltuin in naar mij kijkend en uh, die begonnen overal tegenaan te schoppen en, en uh, met dingen te gooien. En uh, ik voelde me al van oh, ik, ik, er wordt iets van mij verwacht. Ik kan nu niet, niet, <laughs> niets doen. Ik ja. moet wel iets, wel iets doen, zeg maar. En uh, ach, als ik dat nu ook terugdenk, hoe je dan inderdaad zo je vooroordelen bevestigd worden op dat eerste ogenblik. Hè? Maar ik merkte ook van. Uh, ik had daarvoor in de jeugdhulpverlening gewerkt op groepen en zo. En daar kon je altijd vrij makkelijk zeggen: van, uh, Nu luisteren en anders ga je naar de Kamer. Hey, je hebt, ze waren namelijk bij jou. Maar nu was ik bij hun op straat. Snap je? Het is wel een soort openbare plek. En uh, dus ik denk: Ja, hoe moet ik nou doen? Mm -hmm. En toen alsof ik. Uh, ja, dit klinkt ook weer een beetje zwevig, maar ik dacht: van, een <laughs> een keer van ga, Wat zit ik nou? Wat zit ik er gestond te denken? Ik, ik ga het contact met ze aan. Ja, dat klinkt, dat klinkt heel logisch. Maar dat was het op dat moment niet, want je zou eerder weg willen lopen. <laughs> kan ik vertellen. Dus ik ben naar ze toe gegaan en in plaats van dat ik ze begon aan te spreken met hey, stop of zo, zei ik, wow, wat kunnen jullie goed kickboksen, want ze waren aan het vechten. Doen jullie dat hier in de buurt? En ineens, jongen, dat was alsof ik een soort toverspreuk had uitgesproken, twisten ze helemaal om uh -huh. en uh, zaten ze bijna ruzie te maken wie er naast mij mocht gaan zitten, want ze wouden filmpjes laten zien van hun trainer en waar ze aan het kickboksen waren. En leerde ik eigenlijk van, ze komen hier helemaal niet om mij te levensduur te maken. Ze willen eigenlijk gewoon aandacht en gezien worden, alleen ze hebben geen idee hoe ze dat kunnen doen. Ze komen niet naar me toe van, hey, ja. hey weet je wel, dit is hun manier van, hey, uh, kom met ons in contact. Alleen ze hebben, ja, ze hebben geen idee, snap je? Ja, en het verhaal laat denk ik ook inderdaad heel goed zien hoe juist vanuit de brede maatschappij, van wat wij natuurlijk uh, van jongs af aan vanuit de media meekrijgen, dat je bent een soort van verhaal in jezelf aan het bouwen over, over zo'n wijk, over um, de mensen die daar wonen. En dat is denk ik ook waar die negatieve stereotypes vandaan komen. En dat in dit verhaal was het echt een soort van muur waar jij dan doorheen moest. Ja, ik had ook een foto kunnen maken en op Twitter kunnen zetten. Uh, jongeren, overlast en dan was die waarschijnlijk 30.000 keer retweet en ja. zo zeg maar. En uh, had ik allemaal likes gehad en zo. <laughs> Gelukkig uh, niet gedaan. Niet gedaan en is het ook totaal niet in me opgekomen. Maar ik, wat ik ermee wil zeggen is, um, volgens mij ligt de sleutel hierin. Ondanks dat je soms jezelf misschien wel dwars zit in je hoofd met je eigen vooroordelen zonder zonder dat uh, jezelf daar schuldig over te voelen, want dat, dat gebeurt ook door hoe je opgroeit uh, om dan toch te kijken in welke situaties dan ook van hey ga, misschien ga, ga uit van goedheid of zo en probeer dat contact toch aan te gaan. ook al is dat soms niet voor de hand liggend hoe je dat het beste de manier kunt doen, maar ja. ik geloof dat als je dat met goedheid betreedt, dat er ook over het algemeen, toen ik zei, de uitzonderingen zijn, goedheid terugkomt. ja. En, um, ja dat is voor mij ook echt wel een twist geweest van hoe ik zeg maar uh, dat ik gewoon zag van ze willen helemaal niet ze willen helemaal niet moeilijk doen het liefst willen ze ook gewoon een leuke tijd snap je ja, 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 ja. ja dat, dat um, is dat ook een beetje dat principe ook waar um, überhaupt het, het dat is natuurlijk waar het gesprek mee begonnen of deze anekdote mee begonnen van hoe zijn wij bij elkaar gekomen voor deze podcast voor dit gesprek en hoe Um, en misschien ook de, maat, de algemene vraag van het, de, dit, dit maatschappelijk werk en um, zijn daar de, de verhalen die daar zijn is het nodig dat die verhalen ook een, een, een groot publiek bereiken? Uh, ja, ik ben ik, voor mij een volmondig ja. Waarom? Omdat je door die verhalen elkaar beter kunt begrijpen en ziet dat het wellicht grijs is in plaats mm -hmm. van zwart-wit. Um, Ik denk dat als je met iemand praat die ook. die in eerste instantie. iets gepost heeft wat helemaal zwart is. maar dat is. zo'n persoon is meer. als dat stukje wat je op dat moment ziet, zeg maar. Dus ik denk als je het totale plaatje zou bekijken. en gewoon met iemand in contact komt. Uh, dat je dan um, wellicht. toch in een soort van midden kunt uitkomen. misschien niet over dat desbetreffende onderwerp. Ja. maar. Um, als mens en op, als kijk op de wereld misschien wel. Het kan zijn dat ik dit veel te. Mooi nu zie ik. Ik ben, ben benieuwd wat jij daarvan vindt als ik dit zeg. Um, nou, het is ook wel, denk persoonlijk ervaring die ik ook wel regelmatig heb. Al is het maar. Ik denk dat dat ook gewoon een heel conc concrete reden heeft. Ik, ik, ik heb heel vaak gemerkt dat als je... Al praat je met bekende mensen over een of andere privé kwestie, over WhatsApp. En dat, om een of andere reden escaleren die gesprekken altijd veel sneller. Als het over WhatsApp gaat. Want je, je kan mensen hun gezichten niet lezen. Je kan... Um, Dingen die geschreven worden, daar zit, er zit natuurlijk geen klankintonatie bij, daar zit, daar zit niks bij. En ik denk dat wij ook al gewoon regelmatig dan die tekst op de meest erge manier interpreteren en op de meest bo boze manier mm -hmm. bewijzen van. En dan kan iets heel snel escaleren. En of dat nou dus in een, een, een app-gesprek is met bekende mensen, of dat het um, met onbekende mensen is onder een nieuwsbericht op Facebook. Ik denk dat daar ook stiekem op een hele normale, praktische reden... een heel, heel groot deel van die polarisatie voorbij komen. En als we deze mensen die soms met elkaar zitten te bekvechten over social media... als we die in een kamer zouden zetten... en een gesprek zouden laten beginnen over hetzelfde onderwerp... dan zal heus genoeg vuurwerk zijn, denk ik, in veel gevallen. Maar het, het zal niet op dezelfde manier verlopen... hoe wij dat op, op internet af en toe uh, zien verlopen. Nee. En ik denk dat daar wel... Um, veel uit te leren valt. En dat het, het ironische aan Be grade, denk ik, als een oproep die zich grotendeels ook op internet plaatsvindt, is, stiekem misschien ook, trek je niet zoveel aan van het internet. Hmm, dat is ook uh, interessant, <laughs> ja, ja. Ik denk, ik denk dat dat een hele belangrijke les is, want ik denk dat dat heel vaak, um, juist door die hele kleine verschillen en triggers die, die daarin zitten, dat dat soms heel veel teweeg kan brengen. Um, en dat inderdaad, wat jij zegt, dat het gewoon echt... Het, 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 het echte gesprek aangaan met mensen... wat van zichzelf op geen enkele manier een sexy verhaal is... of goed verkoopt of weet ik veel wat, dat het wel... Ja, dat, en dat is denk ik ook deels een van onze moeilijkere uitdagingen... van hoe, hoe krijg je die boodschap weer aan de man? Um, Heb je daar ideeën over? Uh, dat je, zijn jullie... Uh. We zeggen het jullie, misschien kun je ja. om even uitleggen. Oh, ja, ja, en en uh, we hebben al wel genoemd dat het een platform is. Misschien ja. is het even goed om concreet te maken wat Dare to be Grey precies is. En wat je daar dus ook als luisteraar misschien aan zou kunnen hebben. Ja, precies, ja, dat we dat uh, nu midden in het gesprek even doen. Ja. Dat is dus het fijne van de podcast, vind ik. Ja, weet je? Ja, je kan het vervelend vinden, maar aan de andere kant, ja, lekker toch goed loopt. Ja, precies. Ja. Uh, nou, Der Grey is. Uh, nou, ik, ik begin altijd door het gewoon een uit de hand, uh, uit de hand gelopen studentenproject uh, te noemen. Uh, drie jaar geleden opgezet als nou, initieel social media campagne... Um, om uh, dus dat zwart-wit denken aan elkaar te stellen. En inmiddels zijn we uh, uitgegroeid... of we zijn aan het uitgroeien naar... Um, echt, een, echt een media platform. Dus uh, we hebben onze eigen website... www.databegrave.com Hij is gepitcht. Um, waar we ook echt... juist dit soort verhalen uh, willen delen. Dus dat we ook echt... aan de ene kant heel veel portretten van mensen willen maken... juist om... Uh, mensen die linksom of rechts om de negatieve effecten van uh, polarisatie meemaken, zij het vanwege uh, negatieve stereotypering, uh, zij het uh, nou, nou eigenlijk, dat in de meeste gevallen, uh, hoe ze daar toch in slagen om iets positiefs niet of daarmee te doen of om alsnog de verbinding op te zoeken, uh, juist ook um, portretten of verhalen van mensen die juist heel verbindend zijn, ondanks dat ze uh, misschien negatief worden weggezet. Dus aan, weet je, aan de ene kant van het spectrum heb je natuurlijk het... misschien juist het, het, het verhaal uit, um, uit de achterstandswijk... van mensen die gewoon hele toffe dingen doen... die uh, sportevents aan het organiseren zijn. Um, noem maar op. Maar ook bijvoorbeeld juist aan de andere kant... dat een van onze eerste verhalen nog in 2016... tijdens uh, de eerste social media campagne... Was een, een man uit Zuid-Limburg die, uh, die wel altijd op de PVV stemde, daar ook natuurlijk heel vaak scheef ogen voor kreeg, maar via een project van Cordate, een Kenaan vluchtelingenkamp in Libanon is gegaan. En daar, ja, gewoon een beetje heel. Um, zijn ogen aan de ene kant werden open, maar dat hij ook gewoon heel empathisch was naar die zaak en wat er aan de hand is. En uh, dat je bijvoorbeeld natuurlijk ook heel veel te maken hebt met stereotyperingen richting de rechtse kant. Dat wordt soms ook onderschat. Mm -hmm. Mag ik mag daar een vraag over stellen? Ja. Want die uh, desperate meneer ging dus daarheen en kwam weer terug. Dus jij zei van, nou, hij had wel wat inzicht en in, hij was heel mm -hmm. vriendelijk. Maar dan uh, uh, is dan de uitkomst dat hij dan gewoon PVV blijft stemmen en over blijft schrijven. Ja. Ja, precies. Oké, okay, dat vind ik eigenlijk wel mooi om te horen. Want dat betekent dus dat dat dus beide kan. Snap je? Ja, dat is eigenlijk absoluut. dat grijs gebied. Dat het niet een soort manier is om hem naar een naar de kant bijvoorbeeld kijken van niet Pvv, maar dat het dus naast elkaar kan bestaan. Ja, en net zo min als dat we zouden moeten opkomen voor het feit dat um, mensen niet te reduceren zijn tot hun etnische achtergrond of de wijk waarin ze wonen, dat het ook niet zou moeten te reduceren zijn tot de partij waar ze op stemmen. Ik bedoel voor de duidelijkheid, mensen moeten dat is het hele punt van deze samenleving democratie, als jij op een partij stemt, waar. Mensen het misschien niet eens meer kunnen zijn, dan moet je daar een debat over kunnen voeren. En als mensen dat niet licht, moeten ze dat kunnen uiten. Maar ik denk dat het wel een soort van belangrijke reminder af en toe moet zijn um, dat mensen meer zijn dan alleen die ene stem ja. in de vier jaar. Um, maar goed, dus terugkomend op derde als platform, weet je, dat zijn een soort van verhalen die wij willen huisvesten. En um, op dat medieplatform willen we natuurlijk ook aan de ene kant... meer die context bieden over polarisatie. Um, en dat doen wij met z'n tweeën. Um, ik ben een van die twee mensen. <laughs> um, ik hou me meer inderdaad met, het, met dat platform... en het redactieaspect en het verhaalaspect bezig. En uh, Jordi, mijn collega... Um, die houdt zich ook veel meer bezig met uh, het editen. Maar aan de andere kant ook iemand die veel meer weet uh, van... Processen als extremisme en radicalisering, iets waar wij vanuit een hele specifieke hoek vanuit de Universiteit Utrecht waar wij uit zijn gekomen. En altijd wel die, die brug slaan en ook um, dat er buiten onze mooie boodschap van grijs zijn, dat daar, ja, er zit wel een hele specifieke gedachte en een hele grote theorie achter van hoe wij um, de samenleving als publiek, maar ook als um, misschien academici, maar ook als uh, media en politici, dat we dat... Anders moeten benaderen willen wij dat grote dat grote boemanproces van polarisatie kunnen, kunnen omkeren. En weet je, laten we wel zijn. Ik denk over het algemeen gaat het best goed in Nederland. Um, we gaan hier ook niet een of ander doemverhaal presenteren dat Nederland een groot gigantisch verdeeld land is. Maar je hoeft maar naar voorbeelden in andere landen te kijken. Zeker de afgelopen jaren. Um, noem een Verenigde Staten met. Um, sinds de verkiezingen tussen Hillary en uh, Trump. Of Groot-Brittannië natuurlijk, Brexit, uh, Brexit de, debat, debakel, hoe je het wil noemen. Um, wat ik ook niet per se alleen maar wil afdoen omdat um, Trump heeft gewonnen... of omdat Groot-Brittannië heeft gestemd om de EU te verlaten. Maar ook, um, al, weet je, als Hillary president was geworden... was het ook nog steeds een gigantisch verdeeld land geweest. Dan was er niet alles goed of zo, dus dan laten we dat ook vooral uit ons hoofd halen en ook als Groot-Brittannië had gestemd om binnen de EU te blijven... dan denk ik dat je alsnog met een heel verdeeld land te maken had... dat met bevolkingsgroepen die elkaar inmiddels door die verdeeldheid... niet meer kunnen zien en luchten. En dat is een proces wat, als je daar eenmaal, als die sneeuwbal eenmaal te ver is doorgerold... heel moeilijk omkeerbaar is. Um, dus ik zie DATABQ ook heel erg als een, als een campagne, als een missie... als een platform die gewoon probeert om... Die sneeuwbal in Nederland niet te ver te laten doorrollen. En ja, weet je, we, we hoeven ook niet te doen: er is polarisatie in Nederland en daar heb je die debatten zoals Zwarte Piet uh, heel erg bij. De manier hoe wij um, over Thierry Baudet hebben gepraat in, 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 in de media in het land de afgelopen maanden, dat zijn daar perfecte voorbeelden van. Ja. Mag ik je, ik ga je... Um, uh, dit is niet voorbereid door het lachen, dit. Mm -hmm. <laughs> Wat me namelijk uh, bij mij uh, um, opkomt, mm -hmm. als ik ons gesprek nu zo uh, voer, dan zou ik me kunnen voorstellen dat mensen denken van, ja, wij zitten nu als... Uh, als we het even in stereotypen trekken, als uh, twee witte, hoogopgeleide uh, jonge mannen uh, ja. over de maatschappij te praten en polarisatie en zo. En uh, hè, zwarte Piet-discussie mm -hmm. en, en allemaal... Um, wat ook moet kunnen, vind ik. Maar zou je eens een, uh, een voorbeeld kunnen noemen? Want ik denk dat er ook namelijk grijze voorbeelden te noemen zijn. Uh, en dat is niet helemaal eerlijk, want ik heb natuurlijk voor mezelf nu al even Jij nagedacht. Jij hebt nu al een voorbeeld in je hoofd. Voor mezelf. Ja. Dus daarom <laughs> overval ik je een beetje. Maar misschien dat dat bij jou juist wel iets leuks oproept, uh -huh. wat als eerst bij je opkomt. Van even vanuit je, misschien je, uh, jouw eigen persoon, mens, van mm -hmm. waarin je merkt van, hey, er is iets, uh, of ja, een thema wat, wat misschien best lastig te bespreken is, of wat je misschien helemaal niet bespreekt. Um, omdat je misschien wel denkt dat mensen daar wat van overvinden of zo. Um, maar wat mogelijk wel. Um, ja, wat, wat, wat wel ook belangrijk zou kunnen zijn om te delen. Snap je wat ik bedoel? Ja, next. Um, ik denk het eerste voorbeeld wat ik heb. En wat ook eigenlijk een voorbeeld is van, het, uh, van een heel gepolariseerd debat in, in Nederland. Was bijvoorbeeld het debat in februari, maart. Rond uh, de Nashville-verklaring. Uh, ik ben zelf homoseksueel. Ik. Uh, ik identificeer me niet als christelijk, maar ik ben wel christelijk opgevoed en ik heb veel uh, christenen in mijn familie. En... Wil je heel veel van mijn geheugen, Nashville-verklaring. Even ja. voor de mensen die luisteren en ook denken: uh, Dit had ik moeten weten, net als ik. <laughs> maar je weet het niet. <laughs> <laughs> oh, dat pakt uh, niet goed voor jou. Nee, ja, precies. Uh. <laughs> uh, de Nashville-verklaring was een verklaring um, die deels is, nou, het zit al in het woord uit de VS, is dus komen overwaaien, waarin nu ook heel veel. Uh, Nederlandse uh, christelijke leiders of uh, leiders van bepaalde christelijke gemeenschappen, vooral protestantse gemeenschappen, um, uh, ondertekenen over bepaalde standpunten rondom, aan de ene kant, homoseksualiteit, aan de andere kant, uh, uh, transgender onderwerpen, uh, dus het hele LHBT-spectrum. Um, en daar zaten uh, nou, best wel harde uitspraken in, uh, bijvoorbeeld dat uh, homoseksualiteit genezen kan worden. Um, nou, ik weet exacte dingen ook niet eens meer, maar. Het uh, was een soort gezamenlijk standpunt dus van de van die desbetreffende soort kerken in de VS. Uh, ja, beginnend uh, uit, uit Nashville inderdaad, maar inderdaad overgenomen en in het Nederlands vertaald en ook een eigen twist gegeven door uh, bepaalde christelijke leiders hier in Nederland, uh, waaronder ook bijvoorbeeld uh, Kees van der Staaij van de van de mm, SGP. Okay, ja. um, en nou, dat heeft heel veel roering veroorzaakt. Um, en ik vond het op dat moment heel grappig, juist ook omdat het een onderwerp is wat me persoonlijk aangaat. Omdat ik denk ik beide perspectieven ook wel begrijp. Om, en ook natuurlijk vanuit Daity Gray, omdat ik natuurlijk de afgelopen jaren al regelmatig met polarisatie bezig hou. Om te zien hoe dat debat verloopt. Om, en dat het eigenlijk bijna alle boxjes aftikte van een goed gepolariseerd debat. Um, het gaat over nou, fundamentele identiteitsvraagstukken. Het gaat. Um, er komt, het, het, het wordt opeens aangewakkerd. Het is een, dat, dat vraagstuk heerst er al de hele tijd. En het wordt aangewakkerd doordat er opeens een of ander incident plaatsvindt. Um, en de, gewoon allemaal bepaalde maatschappelijke stromen komen erin naar boven. Ik vond het bijvoorbeeld. Um, om te beginnen, ik, ik was persoonlijk ook wel geraakt en ik vond het. En wat, wat voelde je? Op het moment dat, dat zo'n bericht naar buiten komt en dat, dat zo'n statement wordt gemaakt, zo'n heftig statement, eigenlijk, wat, wat doet dat met je? Nou, je aan de woord... ene kant, het, het begon eigenlijk vrij relaxed. Want ik had natuurlijk wel ook het idee van ja, dit, dit is niks nieuws. Um, dus ik vond, ik, wat, wat me eigenlijk de eerste 24 uur het meest opviel, was eigenlijk juist dat het opeens dat, dit, dat een soort van gigantische hype is geworden. En dat er opeens zeker vanuit de, de media en nou, wat ik dan ook best wel een soort van randstadperspectief zie, um, dat het dan opeens zeg maar, het, het, het nieuwe ding is om daar met z'n allen overheen te vallen. Niet dat ik dat onterecht vind dat dat is gebeurd, um, want het, het is best wel schadelijk geweest. Maar je, je merkt gewoon dat allemaal bepaalde maatschappelijke spanningen of wrijvingen die er zijn tussen dan bijvoorbeeld de vrije randstadcultuur, om het even heel kort door de bocht te noemen, en um, de meer conservatieve christelijke. Culturen in Nederland, dat er altijd een bepaalde spanningen zijn, en dat die opeens allemaal naar boven komen met dit excuus van de Nashville-verklaring. Hmm. Um, en dat ze opeens even allemaal op tafel moeten worden gelegd. En dat, dat kan dan heel, heel na worden. Um, ook omdat het, die tafel waarschijnlijk ook heel veel online is. Of zeg maar, dus, ja? dus Er is niet echt één tafel, er zijn heel veel tafels waar dat We zijn, Ja, allemaal weer versnipperde dingen. Bij elkaar wordt gelegd, om het even zo te zien. Ja. En iedereen vindt er van alles van en het wordt één grote chaos of zo, of niet? Ja, precies. En dat het um, aan de ene kant heel veel van dit soort deze vormen van ophef. Ik, ik noem ze niet onterecht. Um, ik vind het best wel terecht dat wij hier um, een standpunt innemen en gewoon zeggen van hey, dit klopt niet. En problemen die daarmee zijn, dat we die aan elkaar stellen. Maar ik denk dat het ook een heel goed voorbeeld is van hoe ophef inderdaad kan, kan doorrollen. En dat het denk ik ook, en dat is denk ik de andere kant van het verhaal dat misschien niet altijd verteld wordt, um, is dat het ook een excuus was denk ik voor heel veel mensen die om een of andere reden een soort van fobie hebben richting religie en richting christendom, dat zij opeens ook al hun ja, gehal eruit gaan spuren. Ja, ja. um, en dat dat ook heel veel mensen raakt. Het is ook een soort van vu een vuurtje wat aangewakkerd wordt en waarvan alles inderdaad dan op af wordt gevuurd, ja. ook letterlijk. Maar iedereen voelt in één keer de ruimte van mooi. <laughs> ja. Alles wordt ermee... Ja, precies. <laughs> ik kan aanhaken. Nu kan ik gaan. Maar ja, ja, ja. ook wel op een gegeven moment dus door kan slaan in het schade, schade, denk ik. Ja, ik denk, uiteindelijk heeft, is niemand ermee geholpen met dat debat. Of nou ja, misschien tot op zekere hoogte juist wel. En dat was ook mijn... Als ik kijk naar hoe het debat gelopen is... misschien juist een meer specifieke 30 week aspect daarin... of wat ik heel erg bij 30 zou vinden passen... Is dat er natuurlijk één hele specifieke groep is die aan de ene kant het meest tussen beide vuren gevangen zat, maar aan de andere kant ook de meeste kans heeft om zich uit te spreken? Christelijke homoseksuelen bijvoorbeeld, die dat zijn mensen die zich daar natuurlijk het meest of, of transgenders mm -hmm. die zich het uh, die gewoon beide perspectieven begrijpen, die misschien die zich echt persoonlijk gekwetst zullen voelen vanwege wat er door uh, de Nashville-verklaring. Um, naar buiten is gebracht, wat er is genoemd, wat van... Um, nou, ik denk dat het echt heel veel mensen gekwetst heeft. Um, en, maar aan de andere kant, dat, dat zijn mensen ook die vaak in aanraking zullen zijn gekomen met juist heel veel um, negatieve stereotypes en negatieve houdingen richting christenen in, in Nederland. Mm -hmm. um, of ja, gelovigen in het algemeen natuurlijk. Um, en dus aan de ene kant is dat een groep en zijn dat verhalen van mensen die dus eigenlijk door allebei de vuren, uh, ja, tussen beide vuren instaan. Maar hun verhalen zijn tegelijkertijd denk ook juist de, de meest mooie verhalen om op zo'n moment te vertellen. Um, omdat zij ook echt het voorbeeld zijn. Om te laten zien hoe deze werelden wel heel vaak samengaan. Mm, ja. Ik denk dat het een... Uh, een heel incorrect beeld is wat door dat debat is ontstaan dat christenen of christelijke gemeenschappen homofoob zijn. Ja, maar dat, dat, uh, dat, dat beeld wordt dus gelijk in nu precies, een soort van geschetst. Dat, ja. dat wordt daar gelijk aan gekoppeld. Ja, alle christenen zijn homofoob en ze hebben ook nog een verdrag ondertekend waarin ze dat dus nu allemaal ook zwart op wit even hebben statement hebben gemaakt. Ja, en dat, en, is ja. Dat, 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 dat is onzin. Maar dat beeld wordt dan ja. dus opgeroepen. Ja, ik snap hem. Ja. Um, weet je, om te beginnen dat is natuurlijk heel veel buitenstaanders die bijvoorbeeld niet met een christelijke achtergrond zijn opgegroeid of die zich daar niet in verdiept hebben. Die zien ook christenen als christenen. Dus weet je, je moet er al, om nuance in zo'n debat of zo'n gesprek toe te passen... moet je natuurlijk überhaupt al beginnen met uitleggen... dat het uh, gaat om protestantse gemeenschappen... die natuurlijk van zichzelf al heel verdeeld zijn. Misschien komt hier een bepaald stereotype van mijn <laughs> ja. kant naar boven... want ja, ik ben katholiek opgegroeid. Oké, okay, ja, precies. Heel veel, <laughs> um, veel tijd ben je. <laughs> ja. Het is nu de... makkelijk om altijd gegijzeld uh, voor... te denken. Nee, precies. Ja, maar voor iedere ja. protestantse gemeenschap... of Figuur die um, die verklaring ondertekend heeft, en misschien zegt van hier is er geen ruimte voor daar. Staat ook in Nederland sowieso ook een gemeenschap tegenover waar het wel gewoon het ja, geval precies. is. Ja, um, en dat is iets wat in de media zijn. Die verhalen hoeven ook niet te doen alsof zij complete verdeling hebben gecreëerd. Nee. Die verhalen zijn ook. Ik kan me heel goed een item op nieuwsuur bijvoorbeeld herinneren waarin juist die mensen hun verhaal konden doen. Um, maar dat zijn natuurlijk wel plekken en momenten, uh, zijn een goed voorbeeld van waar je de tijd kan nemen. Mm -hmm. En op plekken zoals social media, waar je de tijd niet kan nemen, daar nemen heel snel juist de meer verdelende retoriek dan de overhand. Ja, en dat is dus het punt waar jij zou, of jullie dus met 30 uur willen ingrijpen door te zeggen: wij willen een platform bieden waarin je dus wel dat stuk kwijt kan. Ja, precies. Ja. Dus die, dat soort verhalen uh, zouden de perfecte verhalen voor 30 Grey zijn. Die hebben wij op dat moment niet gepubliceerd, omdat wij nog achter de schermen onszelf. Compleet opnieuw aan het opbouwen waren. Dus ja. helaas had die capaciteit. Nou, nu, niet... nu is dat helemaal uh, klaar om. om, om uh, dus als je, ik bedoel meer te zeggen, als je naar luistert je denkt, van ik zou mijn verhaal gewoon kwijt willen. Ja, Dan, dan is dat helemaal uh, geregeld. Ja, ik me nog wel even op een puntje wat, uh, wat mij ook altijd uh, bezighoudt, is een mm -hmm. stukje veiligheid, dus eigenlijk. Dus dat je, als ik weer even teruggrijp naar de podcast die ik dan in over heb opgenomen, is er was een bepaalde mate van veiligheid, omdat ik. Al in contact was met die mensen, we kenden elkaar. En vanuit dat vertrouwen is het dan het idee ontstaan om het verhaal samen mm -hmm. rollbaar te maken, in dit geval. Um, en het lijkt me, hoe, hoe kan die veiligheid worden ingebouwd? Stel je voor, ik zou een verhaal schrijven voor Dead to Big Grey op de platform. Ja. Zou ik best wel, toch wel bang zijn, denk ik, mm -hmm. dat er niet op op een bepaalde manier mijn kop af, wordt afgehaakt. Of een paar, eh, snap je? Ja. Het, of, hoe, ja eigenlijk het dilemma van... ik zou heel graag een grijs verhaal willen kenbaar maken... Mm -hmm. maar de kant is groot dat hij vanuit twee kanten wordt aangevangen... door de zwarte heerdoek. Ja. En dan denk ik, ja, maar dit was niet mijn opzet. Nee. <laughs> dus hoe... Ja, ik denk dat dat is tweeledig. Aan de ene kant kom je er niet omheen dat um, zo'n platform als de Onze kritiek uit beide richtingen krijgt. En een specifieke verhalen op het platform zullen dat ook krijgen. Wij hebben vanuit Dirt to Grey al regelmatig um, nou, geen leuke berichten, haatberichten gekregen. Niet heel veel. We hadden ons eigenlijk toen we het platform opzetten en toen we nieuwe projecten begonnen, zijn we onszelf continu aan het voorbereiden. Oeh, nu gaat het losbarsten. En het valt uiteindelijk iedere keer ook best wel mee. Ik denk dat het ook vanzelfsprekend komt als je gewoon met een hele positieve boodschap begint. Hmm. Uh, maar alsnog regelmatig wel uh, negativiteit, zowel vanuit rechts als als linkse hoek is dat gekomen. Um, dat is niet leuk. Dat um, heb ik soms persoonlijk ook wel af en toe. Het, het, het kan mij sommige opmerkingen kunnen mij raken. Misschien kritiek uit linkse hoek meer dan uit rechtse hoek, want de kritiek die je uit rechtse hoek krijgt, zijn heel vaak ja, kort door de bocht racistische opmerkingen. Uh, dat zijn a opmerkingen die je natuurlijk heel makkelijk gewoon kan blokkeren. Uh, mm -hmm. Die je gewoon weghaalt van de, van de website. Dus dat is ook een kwestie van moderaten. Um, en vanuit de linkse hoek kan het soms... Het is in ieder geval wel meer uitgesproken, maar dat kan soms ook... Da, is dat niet een stereotype beste, trouwens? snijden zijn. Het is zeker een stereotype. Als je nu zegt van rechts is korter de bocht en uh, meer racistisch en nou, links is meer uitgesproken maar kunnen we ook wel. Nou, nu niet over het algemeen de opmerkingen die wij vanuit die hoeken krijgen zijn. Dat, 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 ja, dat, dat is gewoon. Dit is gewoon een, een feit hoe jullie ze hebben binnengekregen. Dit is ja, hoe, dus hoe wij ze binnenkrijgen. Het gaat nu over de selectie inderdaad. die ja precies we, dat Dat wil niet zeggen dat rechts dat, geen onderbouwde kritiek aan ons kan ja. uh, uh, leggen, zeker niet. Um. Maar ja dat dat. Dat, dat komt helaas met de aard van de beestje denk ik zeker ja. als je gewoon zegt van joh moet het verhalen de verhalen uit het midden vertellen dan ja je, je krijgt ze van beide hoeken krijgen ja. ze maar daar staat denk ik wel tegenover dat en dat is een van de nou, mooiste ervaringen die ik aan Davey Gray heb overgehouden of ook nog steeds heb is dat um, ik juist positief verrast ben door het publiek dat we en de volgers die we hebben gekregen die Juist ook gewoon heel geenthousiasmeerd zeggen dat ze echt toe zijn aan, aan deze verhalen. Dat ze juist um, in een verdeeld klimaat als, als dat we nu hebben, dat het juist een, een verademing kan zijn om dit soort verhalen tegen te komen, om ze te lezen, om hopelijk om ze zelf te vertellen. En dat je rondom wat There to Grey Grey nu is, een, een Facebookpagina, Facebookgroep... Um, ook een team wat erachter werkt dat dat gewoon ook op internet en dat is ook dat is misschien een van de mooiere ontwikkelingen van internet toch wel een soort van digitaal vangnet heeft hmm. uh, gecreëerd van mensen die gewoon enthousiast zijn en dit soort verhalen leuk vinden ja. En, ja. Um, en net als in de films ja. eigenlijk de het goede wint eigenlijk altijd wel van het kwaad als ja. De, <laughs> toch ja, ja. Ik bedoel, het licht wint altijd van het duister eigenlijk ja. het, 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 ik bedoel het is, het is grappig hoe in fictie um, dit soort verhaalstructuren wel de norm zijn maar als het gaat om de dingen die ons echt overkomen, um, oh, het nieuws, ja. um, dat om een of andere reden dat niet de standaardstructuur is waar wij naar grijpen. Dat is inderdaad wel interessant. Helemaal als je bedenkt over hey, in het begin van het gesprek hadden we het over verkopen. En wat? Ja. wat, wat terwijl inderdaad de gemiddelde Hollywood-film is juist wel de ja, 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 goede duurt. wind van het kwaad en de positiviteit. Maar er zit dan vaak wel de opbouw in dat het eerst altijd te slecht gaat. Ja, ja, absoluut. Dus eigenlijk, is... als, als we dan weer even het voorbeeld van de bloemenperk in Overvecht, zeg maar, dan zouden we echt het verhaal moeten maken van. Je zag eerst hoe dat helemaal verschrompeld was en dat eigenlijk niemand er meer naar keek en er werden blikjes ingegooid. Maar toen ja. stond er een bloemetje <laughs> en dat bloemetje en zo. En toen raakte de bewoners betrokken en ja. kijk, dan heb je een pakte verhaal. Ja, tuurlijk. Is maar totaal we zonder dit verhaal, maar snap je ja. <laughs> oh, ik vond het wel. Mooi. <laughs> um, fake news komt er ook gelijk aan bod. Uh... Oh ja, dat is wel <laughs> interessant. <laughs> um, nee, maar ik denk inderdaad wel dat dat een, een hele natuurlijke verhaalstructuur is waar. Denk voor DTW ook deels de oplossing zit. Omdat het ook een, een structuur is waar iedereen zich in herkent. Ja. Niemands leven loopt de hele tijd perfect. Iedereen heeft op zijn eigen manier uh, zijn pieken en zijn dalen. En juist als je door die dalen gaat, denk ik een, een ander verhaal tegenkomen waarin iemand zegt van nou ik ben uit dit dal geklommen. Nou dat, dat vind ik zelf ook een van de mooiste verhalen ja. om te lezen. Ja, precies. En um, ja, ik vind dat het wel tijd wordt dat wij die verhalen. Niet alleen maar de hele tijd in fictie zoeken, maar dat we dat misschien ook juist in het echt wat vaker in het echte leven een, uh, een, een podium geven. Ja. En dan heb je dus een paar uh, pioniers voor nodig die denken van ja, dat uh, gaan we ook gaan doen. En één zit, zitten er van tegenover mij nu. Nou, <laughs> zo ja, we, we bedoel, dus nee, ja maar het heeft wel uit... een soort lef, je hebt wel een soort... Uh, het vraagt wel een soort uh, lef, denk ik ja. Um, of een soort strijdlust, misschien is dat het wel. Ondanks dat het niet. Ja, dat klinkt als een nou, een bepaalde overtuiging. Ja, overtuiging. strijdlus klinkt. Net de te verstaan waar je voor staat of zo. Ja. Dat, en klinkt echt alsof ik um, ja, uit, uit een of andere onderdrukte positie mij aan het strijfrecht ben in nee, de nee, samenleving. Dat, 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 is, nee. dat is niet het geval. Um, wat wel hele belangrijke verhalen, denk ik ook zijn. Juist uh, binnen, binnen dit onderwerp. Ja. Uh, maar ik denk inderdaad wel dat het, deze missie komt ook gewoon vanuit een hele specifieke overtuiging. Ik denk dat deze groep studenten die drie jaar geleden bij elkaar kwamen. Het waren, um, ik denk als als ik ga indenkend... even inbreken, want ja. nu krijgen we een groep studenten. Oh sorry, ik ja. weet toevallig van ons voorgesprek wel wat je hiermee bedoelt, <laughs> maar ik kan me voorstellen dat iemand die luistert. Waar komen die studenten vandaan? Wie <laughs> heeft over studenten? Zijn die studenten? Stel. Niet meer. Nee. Um, ja, 13 nou, grey is dus begonnen. Um, als een studentenproject um, om mee te doen aan een, aan een internationale wedstrijd om een campagne tegen extremisme, een social media campagne tegen extremisme in de meest brede zin van het woord, um, op te zetten. Um, en, nou, dat was begin 2016 um, hier aan de Universiteit Utrecht. Um, en nou, Er kwamen 21 studenten bij elkaar en nog een uh, professor en een studentenassistent als begeleiders. Um, dus een groep van 23, als ik me niet vergis. Of ze zijn met z'n allen drie, 21. Maar goed, maakt niet heel <laughs> uh, uit, dat, dat uit. maakt echt totaal niet uit. Um, en we kwamen bij elkaar en ik denk dat 9 nou, van de 10 mensen hadden een achtergrond alleen in geschiedenis. Dus het meeste wat ons verbond was een, een bepaalde visie op hoe de samenleving nu in elkaar zit. Uh, niet per se. De, 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 er zaten geen communicatie-experts. Dus er zaten geen... Uh, professionele designers of iets dergelijks. Dus het was echt. Ja, we hebben een missie. Nou, we gaan maar eens kijken wat er, we wat ermee kunnen doen. En het was ook juist. Vanuit een specifieke observatie die we hadden gemaakt. Het was de wedstrijd. Het was begin 2016. Februari 2016 zijn we begonnen. Um, en om een beetje terug te gaan in die tijd. Het was de tijd. Echt vlak na de aanslagen. Uh, door ISIS in Parijs. Um, aanslagen in Brussel in de metro stonden op dat moment hmm. echt. Ja, net op het punt om te gebeuren, dat was maart 2016. Um, en ja, de samenleving, of in ieder geval ook het Nederlandse debat of het Europese debat in het algemeen, was echt volledig in de ban van aan de ene kant het, het nieuws van ISIS, wat er in Syrië aan de hand was, wat er in Irak aan de hand was. Um, en de vluchtelingencrisis, ook deels uit Syrië en de link die daartussen werd gelegd. Of dat. Los van of dat een terechte link is die wordt mm, gelegd. Maar die werd gelegd. Hè? Hij werd gelegd. Um, en um, wij kregen dus de, de uitdaging van doe iets tegen extremisme. En ja, dat, dat, dat was tot op zekere hoogte ook een beetje een rare uitdaging voor ons. En wij hadden ook al heel snel een soort van conclusie getrokken van we willen extremisme, dat woord, ook gewoon breder gaan interpreteren. En um, wat ons en mij persoonlijk ook meer schokte aan bijvoorbeeld die aanslagen in Parijs Het was niet per se de aanslagen zelf. Dat was natuurlijk heel dramatisch om te zien, heel erg om te zien, en dat raakt je ook. Um, maar wat ik op lange termijn schokkender vond was de manier hoe de samenleving daarmee omgaat en dat wij misschien juist vanuit onze uh, academische hoek ook al lang natuurlijk de observatie hebben gemaakt uh, dat terrorisme uh, en aanslagen de grootste vorm van extremisme zijn en dat dat één op één gelinkt is met de aandacht die het krijgt. En hm. hierin hoor je al zeg maar, een beetje de, de link met polarisatie, die wij natuurlijk als campagne hebben gemaakt. Dat tot op zekere hoogte is extremisme, is terrorisme, is de, de, de meest extreme vorm van polarisatie. Het, het heeft ook als doel om te polariseren. Hm. Terrorisme heeft als doel om samenlevingen hm. te, te ontwrichten, om ze te verdelen, om ze in bijzijkampen uh, neer te zetten en een soort van frame op te zetten van uh, het is uh, wij witte westerlingen... tegen uh, zij gekleurde emigranten, moslims, uh, noem maar op. En aan de ene kant, en je ziet dat er extreme partijen zijn... die dat narratief um, voor hun eigen gewin willen vergroten. ISIS is um, het jihadistische voorbeeld van dat spectrum... ISIS had er wat aan dat de samenleving zo verdeeld werd, omdat zij zeiden van je moet nu een keuze maken. En dat is ook het gevoel dat we in het begin van de podcast noemde. Um, zij richten dat natuurlijk naar hun eigen publiek, naar mensen die zichzelf als moslim identificeren, die mm -hmm. in wonen. die juist al de hele tijd uh, die negativiteit over zich heen krijgen, die achtergesteld zijn. Daar spelen zij op in. Maar aan de andere kant zie je dus juist extreem rechts die dat narratief één op één overneemt. Stiekem zijn ze hetzelfde verhaal aan het vertellen. Um, en juist... Um, de quote-unquote buitenlander de hele tijd als de vijand willen neerzetten. en daarmee ook hun eigen uh, gewin mee willen halen. En die observatie die wilden wij juist doorbreken. Hmm. door het verhaal en mensen daarvan bewust te maken. dat hier sprake is van een hele nare wisselwerking. Um, en willen wij in de toekomst. Um, meer um, bestend zijn tegen dit soort tegenslagen. tegen dit soort aanslagen. Dan moeten wij snappen dat wij niet in dat narratief mee moeten gaan. Hmm. Um, dat, 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 dat zit aan twee kanten. Dus als, uh, ik denk dat het... Uh, je, je hoeft er maar over na te denken, over hoe aanslagen bijvoorbeeld in de media... Maar dat, maar dat is toch bijna... Ik, ik snap wat je bedoelt. Hmm. Maar bijvoorbeeld dan de social media toch juist het middel wat dat juist helemaal juist in de hand werkt. Ja, over het algemeen wel. Dus een aanslag wordt gewoon binnen no time aan alle kanten. Alle beelden daarvan worden gewoon wat Het verhaal wordt alleen maar versterkt, versterkt, versterkt. Ja, je ziet dat internet, denk ik, een, uh, en social media natuurlijk specifiek, een hele grote factor is geweest in de vormen van extremisme en terrorisme die wij de afgelopen jaren hebben gezien. ISIS is ook juist zo bekend geworden omdat zij een hele vernufte internetstrategie uh, hebben ontwikkeld. Um, Extreem rechts is op hun eigen manier natuurlijk ook hun eigen manieren rondom het internet aan het ontwikkelen en ook succesvol aan het gebruiken. Um, ja, dat, dat, dat is een hele grote rol geweest. En je ziet, en ik denk dat dat ook het interessante is aan het grote spectrum aan verhalen, wat we inmiddels al genoemd hebben, is dat je zelfs de meest grote, extreme verhalen van aanslagen brengen dermate grote effecten met zich mee. Dat dat helemaal doorwerkt tot um, de meest willekeurige persoon, die gewoon zijn leven aan het leiden is uh, in Utrecht. Ja. Um, of weet ik veel waar in, in, in dit land. Um, omdat zij het label dat die terrorist heeft ook op hun eigen naam gedrukt krijgen. Zo'n groot invloed heeft dat gewoon inderdaad. Ja. ja. En, 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 en dat is deel van het effect waar die ja. waar ook op wordt ingespeeld. Ja. En dat zou je natuurlijk ook dan ook zichtbaar en hoorbaar willen maken dat van bijvoorbeeld iemand die daar dus last van heeft of hè, die dat je dan zo'n verhaal een platform geeft. Zie ik ja, dat goed? ja, absoluut. Ja, ik denk deels van de missie van Dead We Gray... is op twee manieren, een soort van tegen de stroom ingaan missie, wat je zelf echt in het begin noemde, überhaupt de associatie met grijs en saai en weet ik voor wat dat we juist ook een soort ja, helemaal van... niet is inderdaad. Als je dat heb ik nu ook in dit gesprek inderdaad dat je dan uh, ja dat het eigenlijk heel erg kleurrijk is. Ja, juist precies. alle kleurrijke verhalen eigenlijk die ernaast die zwart en wit. En dat we dat ook juist als een soort van ja. geuze missie ja. zien om um, dat keren, die, associ die associaties weg te nemen en dat het ook met internet te maken Juist dat wij op internet heel erg actief zijn. Dat we juist daar onze verhalen willen vertellen. Ja. Om aan de ene kant het gevoel hebben dat het daar nog te veel mist. Uh, maar ook dat er een kwestie is van, ik wil nu ook niet doen alsof internet of social media één grote um, ja, clusterfuck is, mm -hmm. al, als het ware. Het is niet één en al kwalarigheid wat er zit. En er zijn ook heel veel positieve dingen die je met social media kan bereiken. Ja. Um, juist ook de emancipatie van heel veel uh, minderheden is ook Juist deels aan social media te danken. Um, dus de missie van, van de HTV Gray en van mij ook misschien persoonlijk is ook juist om um, die, die technologie die zijn met z'n voor- en als nadelen heeft, om hopelijk iets meer de kant op te duwen waarin we juist de voordelen benutten. Ja. ja, precies. Juist de vruchten gaan plukken in plaats van af te trekken. Ja. ja. Precies ze plukken in plaats van ze af te trekken. Dat is... Nou ja, dan zie ik meer een positief en negativiteit. Ja, zeg maar weet je wel, je kunt het is dezelfde ook handeling. Juist. Ha, nee, ja, kijk, maar dit is dus inderdaad, maar dit is interessant. Toevallig komen hier nu op. Mm -hmm. Het is dezelfde handeling, maar met een andere intentie. Hoezo? Als ik een, uh... oké, okay. het is ook grappig <laughs> hoe je dat interpreteert. Als ik een vruchter uh, zou plukken, dan zou ik dat uh voorzichtig doen. Dat ik wil ook niet dat hij beschadigd raakt of zo. Oh. En ik zie mezelf als een soort jongetje van acht nu door een soort groente tuin en van een buurman die <laughs> toch al niet mocht of zo, weet je wel. En dan denk ik, pff, pluk ze, ik trek ze er even af, weet je wel, en dan gooi ik ze op de grond. Ik denk niet eens dat ik ze mee zou nemen. <laughs> <laughs> Snap je? Dus... Um... Ik zie nu op een of andere reden Theresa mee, weer door een graanveld. Uh, <laughs> <Ja. laughs> <laughs> maar, uh, maar dan kan je dus ook met een verhaal, je kan het dus ook uh, tegen een thema, kan je uh, ja. gaan richten op uh, eigenlijk zoveel mogelijk schade berokkenen. Ja. Door ze er maar aftrekken en op de grond ja. en lekker, maar er ligt er lekker veel, dus heel veel mensen kunnen er naar kijken. Of je gaat met zorg misschien wat minder vruchten plukken, maar dan zijn ze wel heel waardevol en dan kun je er uh, positieve dingen mee ja. doen, namelijk opeten of naar kijken of okay, ja, okay. ja, je van maken. Het heeft me alsof... echt goed uitgegeven dat <laughs> ik zelf, maar ja. Dat is... <laughs> je hebt de beeldspraak alsnog verkocht. Ja, uh, ja. Binnenkort uh, een verhaal van <laughs> over, uh, over fruit ja, over fruit. <laughs> Nou volgens mij zijn we wel een beetje aan het einde gekomen nu van dit gesprek, want um... even kijken. Ja, we zitten al over het uur heen. Oh wow. Ja, dat gaat hard hè. Ik yeah. ga zei al van tevoren, uh, je gaat vergeten. in een cocon zitten, je gaat een tijd vergeten ja. en je denkt zo meteen waar ben ik ook alweer. Dat is misschien een goed bruggetje, want we zitten ja. nu bij Movisie. Klopt. Even een plug van Movisie even. Want even mochten... een shout uh, ja, uh, ja, we mochten gebruik maken hier uh, van de ruimte. Ook omdat jullie met Dare to be Great samenwerken met Movisie. Hè? Ja, klopt. Dus uh, alvast uh, bedankt voor mijn visie dat we hier uh, gebruik uh, mochten maken van deze ruimte. Absoluut. Dit was eigenlijk een soort van experiment, hè? Uh -huh. uh, ja, ik heb wel wat vaker een podcast opgenomen. Voor jou was dit nu de eerste keer. Voor mij was dit de eerste keer, wo inderdaad. Dus, uh... Je, je heel beknopt alvast je ervaring met zo'n koptelefoon en uh, wat, wat Leuk. Ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik, weet je, ik hou van praten. Dus, ja, <laughs> dus dat is goed gekomen. <laughs> dus dat is goed gekomen. Nou, maar misschien ook, ja, want, dit... want we, willen, we gaan dus kijken hè, of we dit format ook op deze manier... Ja. Uh, misschien ook wel juist de grijze verhalen kunnen gaan ophalen door middel van een podcast. Absoluut. En, uh, dan is het in ieder geval al wel waardevol om te melden dat jij best wel dacht van. best wel spannend, misschien in het begin van hoe werkt het allemaal en zo'n koptelefoon. Maar absoluut. Ik zie jou echt zo ja. kijken. Van, oh, is het afgelopen <laughs> en. Uh, uh, viel eigenlijk best wel mee. Ja, ja nou, het, het bevalt me bijzonder goed. Dus ja. wat mij betreft komt er ook een volgende keer. En ik zou dan ook wel even de aandacht richten. juist naar um, de mensen die via Dirty Great dit gevonden hebben en aan het luisteren zijn. Um, nou, dat ik gewoon benieuwd ben naar de feedback. Wat vonden we van het gesprek? En welke richting zouden onze luisteraars willen dat uh, toekomstige podcasts uh, op zouden gaan? Ja. Wat, wat zijn spannende onderwerpen om te onderzoeken? Wat zijn um, interessante angles om uh, te brengen Ja. Wat dus zijn hele concrete dingen die we zouden kunnen verbeteren natuurlijk? Ja, behalve dat we minder snel kunnen praten, want... Uh... Zo zijn we. we. <laughs> ja. Dit hebben we al geconstateerd, ja. inderdaad. Dus uh, mochten we ook langzaam moeten praten, laat dat ook weten. Ja. Nou, ja, en wat wel, want er zijn natuurlijk best wel wat podcasts, is best wel uh, groot al. Het is vrij klein, maar eigenlijk ook heel ja. groot aan het worden, zeg maar. Dus er zijn al duizenden andere podcasts. Alleen wat je vaak ziet, is dat het vaak podcasts zijn waarin al. Uh, dat is ook weer precies zo'nzelfde systeem eigenlijk. Als je, het is veel handiger om een podcast op te gaan starten nu, waarin we allemaal bekende mensen gaan uh, laten aansluiten, Want die hebben al veel volgers, ja. veel views, word je populair, kom je hoog in de lijst van iTunes. Dus mocht je bekend zijn? Ja, ja, maar dan, ik zou, mijn oh. statement zou dus <laughs> eigenlijk zijn hierin. Ik weet, heb, heb ik niet meer overleg. Oh, so, oh yes, like. Juist, het grijze verhaal zijn dus misschien juist de mensen die helemaal geen views hebben, die misschien helemaal niet op Facebook zitten of uh, en waar we dat, uh, waarin je dus gewoon als mens met een interessant grijs verhaal en als je denkt grijs dan moet je de podcast nog even kort terugluisteren want dan wordt het <laughs> helemaal uitgelegd maar uh, om die juist een platform te geven absoluut en niet alleen de mensen die toevallig weer hij de, op de aperot staan qua views en geld en uh, want ik denk dat we daar wel over eens zijn dat we juist um, daarvan af willen dat alleen maar die dat is ook weer een bepaalde zijde die wordt belicht de mensen met veel invloed ja en de, terwijl Tijdens iedereen andere heeft mensen echt hele toffe geven. ja precies ja, precies. ja. ja dus dat emanciperende principe, dat, um, ja, daar er een tijd voor. Ja, toch? Dus daar gaan we voor uh, strijden. Alright. Strijd oh nee, nee laat het positief. Nee. Dan gaan we... Strijden, daar gaan we... Die vruchten gaan wij plukken. <laughs> Ik denk dat bij deze okay. iedereen is afgehaald. Ja, dat is ook goed, want we gaan het nu afsluiten. <laughs> Mooi. Iedereen bedankt voor het luisteren en uh, nou, wellicht tot de volgende keer. Edwin, bedankt. Ja, ook bedankt. Geen dank. <laughs> dat was tof. En ja, tot de volgende uitzending. Normaal hoor je dan nu een jingle, maar we gaan even zingen. Want we hebben geen jingle ik, nog. Ik ga niet zingen. <laughs> to <That'll> be great. Dit <tosses> is de klap, dit is de klap. Ja. <laughs>